Het onderwijsproces in het inheemse dorp Tipu in het district Sipaliwini behoeft verbetering, zegt kapitein Moshisi Shamaupe in gesprek met onze redactie. Het onregelmatige onderwijsproces is niet in het voordeel van de kinderen in het gebied. Daarnaast wijst de kapitein ook op het gebrek aan schoolmeubilair. Skoro in Tipu, ano switi, ano moisrefi. At Kimboy, August Koro Tide, Tamara Nogo. Omdat apresi nodet dape, omdat tafra nodet, asturu nodet. Dat iwan taki, amester taki, oke, tamara yu nanga feivi suma, tara tamara yu skombaka. Omdat den suma disi ogoleri de. Oke, tamara den suma ikot. Saben leri SD de noman komoro. Etan oso. Sos koro ego ina Tipu. Ma fade fade chi edu dan ina klas. Skrifi asa. Skrifi wel, de ma skrifi. Som de meno abi wan tafra. De potina nga tapuna nga boutu ina fu papira skrifi. In het afgelopen jaar waren enkele medewerkers van het ministerie van Openbare Werken in het gebied om de woningen van de leerkrachten te renoveren. Het werk is voor een deel afgerond. De manschappen zouden na een week het dorp weer moeten aandoen. Echter zijn ze nog niet naar het dorp teruggekeerd. Dus er zijn zo veel krappen maken, ja. Ano bunto? Ma denseni amoni na mi bay awrokoman fu saben poti nanga sandi wa young boy. Ma te nanga no tiri ano doro ye fro taki oten a osokradi. Mi taki mi no sabi oten santo kiseneng awrokoman fu dati. Te nanga no tiri ano doro. Dat na problem disi ere. De kapitein zegt dat in het dorp dat 650 inwoners telt, leerkrachten goede behuizing ontberen. Hij pleit voor zowel verbetering van de situatie van de leerlingen als van de leerkrachten.